Welkom bij de tweede tutorial. We gaan weer een stapje verder en we gebruiken drie nieuwe tools. De eerste nieuwe tool die je dadelijk gaat gebruiken is deze, de offset tool. De tweede die je gaat gebruiken is de two-point arc tool. De derde heb je al ooit gebruikt, dat is de push-pull tool, maar die gaan we op een andere manier gebruiken dan voorheen. Dat zal later wel duidelijk worden. Oké, we beginnen met iets simpels. We maken een rechthoek ergens in dit vlak. Dit huisje, dit zou je inmiddels moeten kunnen tekenen als je tutorial 1 hebt gezien. Dus daar ga ik even vanuit. Als je dit huisje getekend hebt, dan teken je ergens een rechthoek en dit wordt ons raam. En ik wil dit raam een kozijn geven. Nou zou je normaal gesproken zou je hier een rechthoek in kunnen tekenen. En dan wil je vaak dat die afstand hier en hier precies hetzelfde zijn allemaal. Nou, daar is een tool voor en dat is de offset tool. Dat is deze. Als je daarop klikt en je gaat in een vlak staan met de muiscursor en je klikt en je houdt die linkermuisknop ingedrukt, dan kun je gaan bepalen oké, hoe groot moet die binnenste rechthoek dan worden. En die afstand is aan alle kanten gelijk. Dus je krijgt altijd een mooie gelijkmatige verdeling. Nou, ik laat hem hier los. Ik kan zelf nog intypen dat ik precies een afstand van 0,10 meter wil. Die typ ik dan gewoon in, 0,10. Ik geef een enter en dan is die afstand overal 0,10. Nou, van daaraf kun je de push-pull tool gebruiken zoals je hem al eerder gebruikt hebt. Gewoon door deze rechthoek die inmiddels ontstaan is, het frame zeg maar, om die naar voren te halen. En daarmee heb je een mooi raam gemaakt met een kozijn. Maar stel nou dat je hier een boog wil. Dan zullen we een nieuwe tool moeten gebruiken. En dat is de two-point arc tool. Ik ga even een paar stapjes terug. Ik ga even dat kozijn weer terugbrengen in zijn originele status. Zo. Dan klik ik op die two-point arc tool. En die werkt als volgt. Je klikt eerst één keer op de ene kant van de boog die je gaat maken. Dan klik je op de andere uiteinde van de boog en dan ga je aangeven hoe hoog die boog moet worden. Nou, ik wil hem ongeveer zo hoog hebben. Je kunt het ook weer ingeven. Nou, laat ik dat maar doen. 0,3. En daarmee is die boog precies 0,3 hoog. Nou wil ik hier nog een boogje tekenen eronder. Wat je heel vaak zult doen bij SketchUp is hulplijnen erbij tekenen. Dat zijn gewoon lijnen die je tekent en die je na de hand weer weghaalt. Dus ik teken hier twee hulplijntjes. En dan kan ik vervolgens de two-point arc tool gebruiken om van daar naar daar een tweede boog te maken. Dan ziet het er zo uit. Vervolgens ga ik weghalen wat ik niet nodig heb. Dus deze lijn, die lijn, een beetje inzoomen, die lijn en die lijn. En nu kan ik hetzelfde doen als daar straks. Ik gebruik de push-pull tool om dit kozijn eruit te halen. En dan kun je nieuwe vormen maken. Oké. Dan wil ik nog één ding laten zien. De push-pull tool op een andere manier gebruiken. Eerst gebruik ik weer die two-point arc tool om heel het dak van mijn huis een beetje anders te maken. Ik klik hier. Dit is de ene kant van de boog. Dit is klik de andere kant van de boog. En dan ga ik niet hier overheen. Ik ga hier binnen dit vlak ga ik ongeveer zo hoog een boog maken. Dan staat er een boog op de voorgevel van het huis. Nu ga ik je laten zien hoe je de push-pull tool kan gebruiken om zaken weg te halen. Kijk, normaal, ik klik even op de push-pull tool. Normaal zou je die kunnen verlengen. Maar je kunt die ook helemaal terugbrengen tot niks. En zo kun je weer andere vormen maken dan dat je eerst kon. Het geheel ziet er dan zo uit. Oké, dit is even voldoende voor tutorial 2. Bedankt voor het kijken.